Minister Krishna Kumari Mathura wil niet bemoeien in interne aangelegenheden van militaire vakbonden. De minister vertelde eerder deze week aan journalisten een brief te hebben ontvangen van een van de vakbonden die het vertrouwen heeft opgezegd in de voorzitter. Wij hebben gezegd dat is een aangelegenheid van VRM zelf. En als VRM eruit is en zij ons kunnen aangeven met wie wij kunnen praten, dat werkoverleg, dan staan wij ready om dat werkoverleg te hebben. Dus we wensen ze heel veel succes in het oplossen van de interne problemen. En dat ik hoop dat ze snel eruit zijn, zodat we echt ons werkoverleg kunnen hervatten. Ja. Mathura zegt dat de bond haar verkiezingen zal voorbereiden volgens de statuten. Ze ontkent dat de voorzitter van de vereniging Rechtspositie Militairen, Rodney Cairo, geld heeft ontvangen van Defensie, zoals in de wandelgangen wordt gezegd. Nee, dat klopt absoluut niet. Dat is een onwaarheid. Hij heeft geen geld gehad. Er zijn wel verzoeken gedaan om vrijstelling van dienst, om werkzaamheden uit te voeren, om de rechtspositie van militairen in orde te maken. Daarvoor hebben ze een brief gehad dat ze 2 dagen in de week een aantal uren vrijgesteld zijn. Ze hebben gevraagd om brandstof. Wij hebben ze een bepaald, ik weet niet meer hoeveel liter brandstof wij hebben toegekend. Mathura verduidelijkt dat de voorzitter en 2 andere bondsleden brandstof kregen om werkzaamheden voor de vakbond te doen.